Yo, dames en heren, jongens en meisjes. Daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. We gaan weer verder met het verhaallijntje. Of ja, met stormmoed. Dus af en toe als ik mijn dinges mute en dinges, dan ben je leur waarom. No. The situation were reversed. Look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. The river, okay. Dus we moeten de river volgen, jongens. Dus ja. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left recently. And that way. Sure, well, come on then. Nou, kunnen we weer, hè? Nou, we moeten Javier. Moeten volgen, dus ja. You will not galop en het stamina empty. Oké. Ja, mooi. Dat komt dus op onze stamina. Stamina, denk ik. Oké, minipet is dus onze camera. Oh nee, dat is nieuw. Het is wel heel erg stormachtig, jongens en meisjes. Ja. Hallo? Kan jij heel even weggaan, mevrouwtje? Er is niks hier hoor.
Moppie, jij ook. Moppie. Niks doen. Je mag best daar leggen of zitten. Maar niet gaan klooien bij mijn toetsenbord, want dan weet ik het wel weer. Ja, sorry jongens, mijn katten die komen opeens op de bureau springen. Nou, alle geluiden op de achtergrond zijn mijn katten jongens, dus... hey, dat hoort bij ons leven. Nee, ik zie helemaal niks, want alle sporen zijn een beetje uitgewist hier. Die kan erop jagen. Kom. Ja, dat wil ik, maar die paardje wil niet in galop. Want ja, jij moet. Ik moet ja. Ja, ik ga alweer terug, joh. Altijd weer. Ja, man, rustig. Één. Ja. Rechts. Handschoen aan. Horse, alleen. Hoe ging dat ook weer, jongens? Oh, R2. Ja. Ik heb hem. Hey, ik moet even wennen, jongens. Het is echt heel lang geleden dat ik Redemption 2 heb gedaan. Ik heb alleen natuurlijk multiplayer geüpload. Zodoende, maar ik dacht van ja, het is ook wel weer een keer tijd. Om iets van een story mode te doen of wat dan ook. Dus ja, dat ben ik nu al gaan doen. Zo. Er is een drop. Oké, plop. Nee, sorry, dat doe ik niet aan. Ik doe niet aan voorzichtigheid. Oké, bukken. Buk. Stand up. Ja, maar hoe de ook hek ga je hier langs lopen als je natuurlijk een zandstorm ziet. Ik denk dat het zo vroeger wel ging, jongens. Maar het is niet. Ik denk niet dat het helemaal zo ging. Ik denk dat als het zo windstorm is, dat het echt wel... stoppen is met hoe heet het? Dat is gewoon in het huis gebleven. How you doing? I'm miserable. Been a tough few days. I know. Here. Take a drink of that. Thanks. Ik gooi gewoon ook gewoon het glas weg, jongens. John. We coming. Not. Laat je gewoon lekker liggen.
Oh nee. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. Ontzettend. Nee, we gaan niet dood, joh. Mij niet. Hij wel. Er zit iemand te grommen, dus ja. Sorry jongens, als er iemand zit te grommen in mijn video. Maar ja, Tori die is af en toe een beetje aan het spelen met andere boys. Ik loop er al, maar ik kan niks. Ik kan alleen linkerpook gebruiken. Oké. Je moet niet zeggen let's go als ik. Ik kom te al. Oké, kan ik nu ook. Ja. Oké. Ja, ja, dan mag je wel even schieten dan. Hallo. Ik wil jou meenemen voor één. Sorry jongens dat ik wolven af moet schieten, maar. Oh. Zo. Oh, hij kan nog zowel zijn eigen been gebruiken. Oké. Let's go. Maar ja, dus ja jongens en meisjes. Als jullie wat lange afleveringen willen, moet jullie het ook even zeggen. Dan komt dat zeker wel goed. Okay, thanks. Take that left. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. Okay, yeah. You should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So. Freezing, bleeding, starving. Damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, to the left, okay. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Yeah, yeah. Daar zijn we weer, hè?
get some help here. Help. Can we get some help? We need some help here. Come on, help him down. You're alive. You're alive. Here we go. There we go. Aye, careful. It's not that. It's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Not today. You and talk about how we're going to get out of this. I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all it? That civilization. I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Thank you, Mr. Muggett. Nou, geen dank. Nee. Ik heb niks gedaan. Beetje heen en weer rijden. Dat is het enige wat ik heb gedaan. We found shelter. Been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Zo. Oké, okay. Nou jongens, dan gaan we. Even kijken. Complete. Speak to Bill en toen speak. Ja, even kijken. Ga eens wel met hem spreken. Days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess, folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party? Probably. Funny, huh? Sure. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's been punching hard! You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you... might fancy living on deer piss and rabbit shit. Okay. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Okay. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this core of their planet. Okay, you will find rain. Dus ja, jongens en meisjes, slaap maar even weten. Ik ga nog een keer even kijken naar mijn intro, want die intro die... valt elke keer weg of zo bij mijn instellingen. Ik weet ook niet wat dat is, dus daar moet ik een keer goed naar kijken. Dus ja. Maar dat komt allemaal wel goed hoor, jongens.
En als jullie zeggen van de intro kan altijd later nog wel. Ja. Dus ja, en ik kan altijd nog even een beetje kijken. Als jullie het bovenste lijntje en de onderste lijntje niet willen, kunnen jullie dat altijd even zeggen natuurlijk. Want ja, weet je, dat is gewoon leuk om te doen natuurlijk. En ja. Dus ja, zodoende. Nou, dit is onze cowboy squad, jongens. Maar ja, ik wil zeggen, ik ga hier de volgende keer mee verder. Dus ik wil zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. Als het wat langer moet, kunnen jullie altijd achterlaten en dat soort dingen. Ja, weet je, ik neem natuurlijk altijd op dingenste voor de hele week. Als jullie een keer willen dat ik op een zaterdag of op een zondag live ga, laat sowieso een keer weten. Dan kan ik dat sowieso wel een keer kijken of ik dat kan doen. En kijken met wie. Nou, Minecraft komt er ook weer aan. We zijn er heel druk mee bezig. Dus ja. Voor de English guys is het. Thanks for watching and sharing. Don't forget to sub and below. Don't forget the notification bell. I see you in the next time. Zoals I say is later. En zoals ik altijd zeg is later. Yo.